Hallo en welkom bij een nieuwe videoles van Forberta. En deze keer gaan we kijken naar complexe getallen en dan naar de goniometrische vorm. En de goniometrische vorm, dan denk je van, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Nou, je kunt er eigenlijk niet zo heel veel mee. Het is een beetje een rotvorm naar mijn mening. Alleen het is heel makkelijk om daarna naar de exponentiële vorm over te kunnen springen. Hoe ziet die goniometrische vorm er nu uit? Daar kom ik zo eigenlijk bij. Want eerst gaan we even weer zeggen van, stel ik heb een complex getal, dan heeft dat complexe getal heeft een modulus en die kunnen we zeggen als r. En dat complexe getal dat heeft een argument. En dat argument geven we als phi. En als we in dit asstelsel gaan kijken en ik teken hier een complex getal in, want dit is het imaginaire deel, dit is het reële deel, we kennen het allemaal wel. Dan was r was de lengte van deze pijl en phi was de hoek die de pijl maakte met of die de vector maakte met de reële as. Goed, wat kunnen we hier nu mee? Nou, we kunnen hier het volgende mee. Namelijk, het reële deel hiervan kunnen we gaan kijken, kunnen we gaan projecteren. Die hebben we net met de tangens berekend misschien. Op de 4 hebben we met de tangens berekend. Maar goed, dat gaan we helemaal negeren. We gaan gewoon zeggen van, oké, het reële deel is dit stuk. En hoe bereken je dat stuk nu? Nou, het reële deel is eigenlijk niks anders dan de straal, oftewel r, de lengte van de schuine zijde, keer de, waarom zet ik de sinus op? Let even op, want het is vanaf deze hoek aanliggend, schuin, aanliggend betekent de cosinus. Sorry mensen. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook nog, als we omhoog gaan kijken, dan hebben we het imaginaire deel en het imaginaire deel kunnen we zeggen dat is r keer de sinus van phi. Nou, mooi begin. Maken we gelijk maar een einde aan, want we hadden de vorm a plus bi, waarbij a stond voor het reële deel, b stond voor het imaginaire deel, of eigenlijk de lengte ervan. Dus we kunnen ook zeggen r keer de cosinus van phi plus r keer de sinus van phi keer i is hetzelfde als z. En dit is bijna onze mooie goniometrische vorm. De mooie goniometrische vorm maken we door te zeggen, oké, we gaan even wat dingen buiten haken halen. En dat is alleen maar die r. En dan zetten we hier een cosinus phi. Dan zetten we hier een sinus phi. En de i zetten we voor de sinus. En op deze manier hebben we hier nu heel erg mooi de goniometrische vorm te pakken. Nu moet je gaan denken van wat kunnen we hiermee? Nou, in de volgende video gaan we kijken naar de exponentiële vorm. En dan ga je zien waarom we hier blij van worden.